Nicolette van Dam runt samen met haar broer een brasserie in Amsterdam-Zuid, waar veel mensen heen gaan voor het zien en gezien worden, Brasserie van Dam. Tamar Bot en Fanny van der Rijt, de tv-dochters van Gijs Groenteman, zijn er gaan lunchen en doen daar verslag van in hun nieuwe podcast De Mediameiden. En het viel allemaal behoorlijk tegen. Tamar en Fanny bestelden een zalmtartaar, een salade niçoise en een portie friet. Vooral die zalmtartaar leek nergens op, zegt Fanny. Het was een zalmtartaar met wat avocado en ook een soort stoute kaascracker erin. Lekker. Boa, aldus Fanny. Het viel me echt op, ken je die bakjes zalm die je bij Albert Heijn kan kopen? Die blokjes zalm? Het leek echt alsof ze gewoon dat bakje zalm zo blaf op dat bord hadden gesmeten en er een beetje avocado overheen hadden gegooid. Dat was geen zalmtartaar die stevig in elkaar stak. Slordig, beaamt Tamar. Nee, en het was ook niet met een kookring even neergezet op het bord. Het lag er een beetje op, nonchalant. Fanny, het was een erg kleine portie. En die salade niçoise, was dat wat? Die salade was ook medium eerlijk gezegd, zegt Tamar. Het lag een beetje allemaal op elkaar, er was niet echt een lekkere dressing, er zat bijna geen groente in. Het dieptepunt was echter de friet. Tamar, wat ik zelf heel erg naar vond, we hadden een portie friet besteld om te delen met elkaar en dan kreeg je die friet in een bakje en dan zat er een klein bakje bij met een soort gelige saus. Ik schat in dat het curry mayonaise was. Ze vervolgt, ik pakte een frietje, ik deed het in die saus en op het moment dat die friet die saus raakt, zie ik er een andere kleur onder zitten. Dus het bovenste laagje van die saus was zeg maar donkerder dan de saus zelf. Fanny, gadverdamme. Tamar vervolgt, ja, dat vond ik zo naar. Het was ook op een zaterdag, het was heel erg druk. Ik dacht, ze hebben daar gewoon 50 bakjes van die saus 's ochtends neergezet en niet in de koelkast. Misschien ook nog met zo'n vies folietje er overheen waar het nog een beetje aan is gaan plakken. En dan zit ik dat te eten en dat kleurverschil stond me totaal niet aan. Ik vond het heel vies en hoefde die friet niet meer. Dat was eigenlijk wel jammer, want we hadden verder niet genoeg. Aan het eind van de lunch kwam Nicolette zelf ook nog binnenwandelen, vervolgt Fanny. Ineens kwam ze binnen en ze zei ook zoiets van, ja, ik moest even naar de galgal, toen dacht ik ook van, hè. We hebben net heel dure champagne besteld, komt die gewoon van de galgal? Tamar, ja, dat vond ik ook raar. Nee, de dames vinden Brasserie van Dam niet echt een aanrader. De entourage viel mee, de rekening en de kater vielen helaas tegen, besluit Tamar. As long as, one step, 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 one step